schat. Fuck. Dat stuk, wacht even. Heb ik niet gedaan. Nee. Je kan zien vanaf waar Olaf is bijgekomen. Ik ben hier begonnen. Nou, Jesse Silver die wilde gisteravond geen luieraar in bed, hè? Oh! Zeg je dat? We gaan sinds lange tijd weer naar het consultatiebureau. Eens weer een verandering met de schutting. Dat was weer een domper en een frustratie. Ik wil nog even iets vertellen. Maar jij wil nog iets vertellen, toch? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hey. Hey. Hallo. Oh mijn god. Wat? Er kan nou weer van alles misgaan. Wat is er dan? Nou, ten eerste belt Ewald mij net op. Ja. Dat hij er dus net achter komt dat de halve marathon gelopen wordt voor zijn deur. Dus hij kan niet weg met zijn auto. Oké. Okay. En nou ja, hij hoopt nu dat het bijna einde is, zeg maar. Dat hij er toch tussendoor kan slippen. Ja. En net gaat mijn wekker af dat ik mijn pillen moet innemen. En die ben je vergeten? En die heb ik niet meegenomen. Schat. Ik geloof dat ik het zeg maar binnen een uur nog kan innemen of zo. Ja, of ik moet het. Ja, fucking hell. Ja. Want je staat daar nu voor de deur. Ja, ik kom net aan. Ja. En we moeten om 9:00 beginnen. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik kan er niks aan veranderen nu. Ja, ik zit te kijken. Ik dacht van, weet je, dan neem ik hem later in. En dan neem ik hem de volgende dag ook later in. Maar ja, ik ben misschien pas 1:30, 2:00 thuis. Ja. Ik zou hem gewoon vandaag later innemen. En morgen gewoon weer de oude tijd. Nou, maar dan zit er maar 7 uur tussen. Dat is veel te. Dan zou ik hem misschien om 1:00 in kunnen nemen en dan langzaam weer telkens een uurtje eerder of zo. Maar anders is het echt veel te vroeg. Ja, dat maakt voor 1 keer toch niet uit? Nou ja, volgens mij hebben ze zelfs gezegd dat je moet innemen. Dan moet je hem als een vergeten dosis. Moet je hem overslaan. Oké. Nou ja, ik leg even Jesse in bed en dan overleg ik wel even met je man. Ik ga even lopen. Oké, liefie, ik spreek je zo. Doei. Doei. Goedemorgen. Nou, gisteravond is het toch nog goed gekomen, gelukkig. Ewald, die kon op een gegeven moment gelukkig gewoon wegrijden. Sergio heeft me chemopillen gebracht. Nou, gelukkig is dat dus allemaal goed gekomen. En ja, leuke complimenten gekregen. Super gaaf. Dus daar doe je het voor. Ik was wel pas om 1:30 thuis. En toen deed ik de deur open. En toen zat de knip daarop. Dat is echt top. Dus toen moest ik Sergio wakker maken, want ja, anders kon ik er niet in. En om 7:00 stond natuurlijk gewoon onze kleine man weer naast mijn bed. Met supportje met plas. Dus dat is dan wel weer goed. En ik was net nog een beetje aan het wegdoezelen. Zegt hij, mam, kijk. Ik heb verstopt voor mijn billen. Die jongen van ons is echt vindingrijk. Die heeft dus zijn thermometer in ons bed gestopt, ja. Er zit hier ergens een gaatje, ja, hier. Oké, daar zit dus nu de thermometer in, jongens. Maar echt. Oh my god. Als ik dit met mijn handen probeer te doen, doe ik hem alleen maar verder. Dus ik ben benieuwd of we ooit nog die thermometer terug gaan krijgen. Of dat we voortaan een bed met een thermometer erin hebben. Ja. Nou, we gaan
we gaan er maar uit, want Sergio is werken. En ja, zo is het nou helemaal met een kleine. Oké, nou, ik ga hem even een... ik ga hem even zijn verfdingetje geven. En dan kan mama even bijkomen met een kopje koffie. Wat zeggen we dan? Paw Patrol, niks is te dol. Ik zit te plassen. Ja, dan mag jij zo schoon spuiten. Is die leuk? Ja. Wow. Het is avond en Sergio is weer druk bezig met het kamertje. Want ja, je wilt toch zo snel mogelijk alles af hebben voordat we aan ons eigen huis beginnen. En Olaf is zo lief geweest om te komen helpen. Dus we gaan even kijken bij de Bob de Bouwers. Bob de Bouwer, kunnen wij het maken? Oh, wordt het zo'n kamer? Ja. Zie je ook masturbatie? Dit wordt wel piepen, hè? Dit wordt, dan worden we gelijk gestrikt weer door dit soort taal, hè, jongens? Ja, dat is waar. Echt. Er is niks aan. Bouwvakkerstaal, hè? Ik heb je geen stroom? Nee. Want ik moet nu even, ik ging deze verleggen, toch? Ja, anders, anders kunnen we hier niet verder. Dus heb ik geen bier, hè? Ik trek mijn bonen open. Maar ik kan ook. Nee, maar dat kan niet. Nee. Ja, dat kan wel. Wat? Ik wil zeggen, ik kan ook gewoon een extra rockhol erop zetten. Maar dan moet. Rockhol. Dan moet alles naar voren. Lekker. Nee, dat is veel, hè? Dat is te veel. Luister, mag ik iets even maar, ik ben bemoeien? Maar ik luister, sinds jij binnen bent, luister ik alleen maar, want anders... Oké, okay, nu zit ze vast hier, die teringzooi. Hé, maar als je die... Deze! Die, ik schrik niet, die en die. Losmaken, eruit halen. Ja. Die doos weghalen. Ja, die doos die heb ik nu zeg maar zo geschroefd, maar die moet ik hier opschroeven, zodat hij het naar achter kan. Dus hier en hier. Snap je? Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Hij snapt wel. Ja, snap ik. Hij snapt beter dan ik. En wanneer begint jullie comedy show? Huh. Wat bezig. Als het huis klaar is. Nou. Wat? Au. Hé, maar jullie zijn super fair. Echt top. Dat stuk, wacht even. Heb ik niet gedaan. Nee. Je kan zien vanaf waar Olaf is bijgesproken. Ik ben hier begonnen. Hey, maar weet, maakt jij kwam ook helpen met de keuken, hè? Keuken toch? Keuken, hè? Ja, maar dat maakt niet uit, want daar komen nog platen tegen. Snap ik. Nee, dat maakt ook niet uit. Nee. Het ging gewoon verchikt. Ja. Ja, maar dat is voor goed, nu even. Ja. We lijken wel op elkaar, toch? Ja, eigenlijk wel. Nee, hè? Every brownie needs a blondie, zeggen we altijd. Hm? Blondie? Wat? Hè? Die gaat helemaal niks over. Nee, ik ga jullie weer met rust laten, want dit wordt helemaal niks zo. We zijn wel. Knip. Hij is geknipt. Wat wij zeggen? Dat weet ik niet meer. Goed verhaal. Hey. Ik wil wel wat zeggen. Oké, okay. Ik hoor het later wel. Heb je wel als is goed. Oké, doei. Doei. Houdoe. Ciao. Hallo. Hallo. Hi. Zo. Zo, nou. Hey. Echt een netje. Echt wel? Ja. Ik zeg even, ik ben kapot. Hij is helemaal dus ik zit er helemaal in. Ben je helemaal klaar mee? Ja. Je weet op een gegeven moment gewoon als je ogen zo zwaar worden en zo, dat je gewoon echt niet meer helder bent. Zo, kijk hem eens aftekenen dan. Hey. Lekker man, hey. Lekker. Zie die tegen hier. 48,5. 48,5 gewoon... hè, deze kant. Ja, er zit gewoon een half centimeter tussen, hè. Dat is nogal verschil. Sergio. Het is best van welke kant je kijkt. Nou, dat vind ik altijd soms een beetje lastig. Dat ik denk, hoe moet ik hem nou lezen? Ik heb ook steeds honger. Ik heb ook. Maar ik ben sowieso wel een goede eter. Ja, dat is niet te zien. Nee. Oh. Serieus? Nee. Goedemorgen. Nou,
Jesse Silver, die wilde gisteravond geen luieraar in bed, hè? En was jij vanochtend nat of droog? Droog. Ja, hè? Je was helemaal droog, hè? Mm-hmm. En toen ging je plassen op een potje. Plassen en poepen op een potje, hè? Ja. Oh jee. Wat doe je nou? Groot. En ben jij groot geworden, hè? Ja. Zo. Goed, hè? Zijn wij trots op jou, hè, dat je dat al hebt gedaan. Mm-hmm. Zo knap. Door eten, hè? Door goed te eten en doordat jij al op de wc plast en poept. Ja. En ook dat je niet meer in bed hebt geplast, is ook hartstikke goed, hè? Mm-hmm. Kan jij? Ja. Echt. Ik heb wel een klein beetje plas. Waar dan? Mijn broek. Wel een klein beetje? Ja. Oh, dat heb ik niet gevoeld. Oh. Ik denk dat het wel meevalt. Hou jij van soepstengels? Hij komt, oh, hij gaat ook groeien. Gaat de soepstengel ook groeien? Ja. Oh jeetje toch. Kijk dan. Zo. Hij had het ook nog. Ja. Nou, gisteren was Olaf hier. En die had ook nog eens een heel lief cadeautje meegenomen voor Jesse Silver. Namelijk een boxje met een microfoon. Kunnen we samen zingen en oefenen, hè? Nee, dat is voor mij. Dat is voor mama's werk, schat. Kruip je koeien in de slapen, kruip je vast. Plunderend gevangen in mijn bed. Ik leef mijn droom, ik voel het licht. Schijnen op mij. Dat klopt. Maya is ook een Monkey Town, ja. Om nou helemaal daar heen te rijden. En een hele goede morgen. Morgen. Nou, we hadden gisteren in gedachten om naar het Balieveld te gaan, naar de kermis. Maar Serge moest overwerken, dus dat werd hem niet meer. En nu dachten we, dan gaan we gewoon lekker vandaag, want Serge is vrij. En nu regent het. Ja. Dat had ik even niet aanzien komen. Nee, dat is even niet. Nee, want het was zo lekker weer afgelopen dagen. Ja. Daarom maar goed. Ook niet nee, dat is zeker waar. Alleen, het ja. Is wel even jammer. Even de planning in de war. Maar dan gaan we gewoon naar de binnenkermis. Ja, we gaan gewoon even naar Monkey Town. Dat vindt Jesse Silver altijd leuk. Ik heb ook altijd lekker. Binnenkermis. Een binnenkermis. Zou dat niet bestaan? Jawel. Jawel. Misschien niet van de hele hoge dingen, maar er zijn wel. Ja, vast ook wel, maar misschien niet in Nederland. Nee. Ja, dus het is een beetje blad weer. Maar goed, maak er het beste van. Goedemorgen, het is vandaag Koningsdag. Sergio, die moet helaas werken. Maar mijn moeder en ik en Jesse Silver, die gaan even naar het Malieveld in Den Haag. Om te kijken of het daar leuk is. Helaas had Sergio de kinderwagen in de auto laten staan. Althans, we hebben er gewoon niet aan gedacht en hij heeft de auto meegenomen. Dus we hebben geen buggy mee. En Jesse is nu al moe. Maar goed, we gaan er wat leuks van maken. Heb je er zin in, Jesse? Ja. Wat zie je dan allemaal? Die auto. Ja. Die is hoog, hè? Die is wel een stukje hoger dan... Dan nog in het Zuiderpark. Kijk dan. Nou, denk ik niet. Hoog, hè? Kom, schat. Gaan we deze kant op. Gaan we naar binnen. Jesse Silver! Jesse! Doet doet!
Jesse. Spannend? Zie je oma nog? Wow. Nee, wil je eruit? Oké. Thank you.
gaat het, Jessie? Ah, ja. Gaat het goed? Goed, hè? Even wachten, we mogen er zo uit. Hoe voel je net? Jessie, hoe voel je net? Niet zo leuk. Zo. Oké, dat was gezellig. Het is niet altijd gezellig. Nee, het was vroeg vandaag. Of ben je daarom niet chagrijnig? Ik weet niet of ik echt chagrijnig ben. Frustrerend meer misschien. Waarom? Ja, dat hij zo vroeg was en dat hij vervolgens gewoon nul wil luisteren en al helemaal hysterisch gaat doen in de douche en gewoon leuke, vrolijke ventje waar je gewoon lekker mee kunt kletsen, is dan gewoon helemaal weg. Als je dan gewoon niet meer een connectie met hem kunt maken om iets uit te leggen of vragen wat er nou is of zo. Even wachten, ik kan er zo weer praten. Dan sta je dus de hele tijd te schreeuwen en boos te doen, niet op die kabel, doe niet dit, doe niet dat, luister naar ons. Ja. Ik heb het gevoel dat je alleen maar aan het schreeuwen bent. Hè? Ja. Zo, ik ben net uit bed en ik sleur hem alweer terug naar bed. Ja. En, vooral dat je het gewoon een paar keer rustig hebt gevraagd. Jessie. Nou ja, we gaan nu in ieder geval weer sinds een lange tijd. Oh, sorry. Oké, okay, ben klaar. Jezus. Nou, wat een gezellige dag, jongens. Jessie, wil je even stil zijn alsjeblieft? We gaan nu sinds lange tijd gaan we naar... Even rustig. Naar het consultatiebureau weer. Jessie. Dankjewel. We gaan sinds lange tijd weer naar het consultatiebureau. Dan gaan we eens even kijken hoeveel die gegroeid is. En
we weten al dat er verder niet echt gekke dingen aan de hand zijn, zover we weten. En dat hij gewoon goed groeit, ja. Net als Pinocchio. Net als Pinocchio ben je gegroeid. Ja, Pinocchio werd een echte jongen, hè? Ja. Maar weet je waarom zijn neus ging groeien? Ja. Waarom dan? Omdat hij aan het jokken was. Omdat hij aan het jokken was. Heel goed van jou. Toen is hij haar neus gegroeid. Klopt, ja. Maar Pinocchio kon wel heel goed luisteren. Ja, want Jaapie was zijn. Ja. Jaapie was zijn geweten. Ja. Dat heeft hij geweten. En Pinocchio was zijn neus gegroeid. Ja. Klopt. Nou, we gaan eens even kijken hoe goed hij het allemaal doet. We zitten weer in de auto. We hebben Jesse Silver weggebracht naar de gastouder. En alles was supergoed bij het consultatiebureau. Ja, hij deed het goed. Hij loopt voor met dingen. Hij hoeft alleen maar een streep te kunnen zetten, maar hij kan ook al een cirkel maken. En hij moet bijvoorbeeld van die blokjes in die figuurtjes doen. En dan moet hij er maar 3 van kunnen. En hij deed zonder erbij na te denken, deed er al 4 in. Hè? Zonder echt te hoeven kijken. Ja. Dus dat was allemaal heel goed. Hij moest een treintje namaken met blokjes. Dat ging ook goed nadat hij zelf dacht eerst van, wat nou treintje, ik maak gewoon een toren. Maar ze deed het heel leuk, hè. Dus hij is op een gegeven moment, ik ga nu een toren maken, dan maak jij van mij een treintje. Nou, toen deed hij het eigenlijk hartstikke goed na. Maar hij is ook al heel goed met het, dat hij dus nu helemaal zindelijk is. Ook 's nachts trouwens. Dus dat is echt helemaal geweldig. Ze zegt dat de kinderen van tegenwoordig vaak daar later in zijn, omdat nu de luiers gewoon heel comfortabel zijn. Vroeger was het echt een rot ding ook om te dragen, dus dan werd het ook veel sneller dat je dat niet meer wilde. En nu zitten ze gewoon heel lekker. Vrij logische verklaring inderdaad. Ja. Dus nee, dat was ook helemaal super. Hij is 102 centimeter, dat is iets groter dan gemiddeld. En qua gewicht was die, 18,7. En ja, dat zat weer aan de bovenste lijn van alles. Maar ze zei, ja, dat hoort gewoon bij hem. Want toen hij geboren werd, zat hij gewoon ver boven de lijn. Dus eigenlijk is hij gewoon nu mooi naar beneden gezakt. En hij ziet er goed uit, hij eet gezond. Dus daar maakt ze zich absoluut niet druk om. Niks geks. Helemaal toppie. Dus we gaan zo lekker door, hopelijk. We zijn nu onderweg naar Rotterdam weer. En dan gaan we eventjes kijken naar een kast op maat. Kijken wat het daar kost. Want we willen toch nog wel graag een inloopkast. Dus we zijn een beetje aan het vergelijken. Wat willen we? Wat zijn de kosten? Zo gaan we weer stapje voor stapje verder. Ja. Toen de keuze gemaakt om op die schutting te gaan? Ja, we hadden was ineens weer een verandering met de schutting. Dat ineens dat we hadden gezegd, in augustus kan die waarschijnlijk opgeleverd worden, want er moeten nog werkzaamheden worden gedaan aan de tuin. En ja, daar schokt die man van, want de prijs die was afgesproken was dat het dan in juni geleverd zou worden en de prijzen gaan omhoog. Dus dat dan de prijs met 50% omhoog zou gaan. Zij kon het niet leveren voor de afgesproken prijs in augustus. Nee. Dus dat was weer eventjes... Dat was weer een domper en een frustratie. Aan de ene kant snap ik het. Aan de andere kant denk ik... Je kan ook gewoon nu al alles bestellen bij die mensen. En we hadden zelf de voorstel gedaan om dan... zelf de schutting op te slaan totdat die geplaatst kon worden. En dan neemt het ook geen ruimte in zijn loods. En dan moet hij misschien een keer meer rijden. Maar dat kunnen we dan ook met z'n allen betalen, zijn reiskosten. Maar nee, dat vond hij geen goed idee. Dus dat, ja. Daar lopen we wel een beetje aan in dit hele proces. Hè?
gewoon ja. Echt... Kijk, dat prijs omhoog gaan, dat snap ik. Maar niet als je al dingen hebt afgesproken. Precies. Dat is hetgeen wat mij het meest dwars zit. Ja. Dat is gewoon heel irritant. Dat je gewoon denkt van, hoe kan dat? Ik bedoel, we hebben iets afgesproken. En dat is heel vervelend dat het omhoog gaat. Maar dat zou niet ons probleem moeten zijn. Want wij hebben dit al afgesproken. En je wist dat de prijs omhoog ging. Ja. Dus dan zorg ik gewoon dat jij het ook eerder bestelt. Lijkt mij. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan ons daar niet meer druk om maken, want dat is helemaal niet goed voor ons. En we gaan nu gewoon weer even verder met de leuke dingen. Wat een week. Een drukke week. Ik weet niet eens meer wat we allemaal nog gedaan hebben. Ik ook niet. Terwijl het Jessie lekker aan het glijden en aan het klauteren is. Ja. Zijn wij aan het einde gekomen van deze video. Maar ik wil nog even iets vertellen. Maar jij wil nog iets vertellen, toch? Dat ons kind hoogbegaafd is. Nee, dat is overdreven. Maar daar maakten we altijd een grapje over toen hij nog in ons buik zat. Want dan zeiden we altijd, ja, maar ons kind is hoogbegaafd. In ons buik? Ja, 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 in mijn buik. Nee, ja. Ja, buik is ook mijn buik. Toen, maar hij zei dus vandaag, we waren bij het consultatiebureau, toen zeiden ze al dat hij wat voorliep. Maar vandaag flikte hij het om tegen de gastouder te zeggen, terwijl hij aan het vogelhuis verven was. Ja. Als je nou blauw met... Ja. Zie je, ik weet het niet. Jij eens. Weet het. Blauw met geel. Als je blauw met geel mengt, dan krijg je groen. Als hij niet mengt, doet. Ja, doet. Blauw en geel doet. Dan groen. Dan hè? Krijg je groen. En als je rood met geel doet, dan krijg je oranje. Zie je? Hij is nog slimmer dan ik. Dus ja, van wie dit heeft, mag God weten. Maar. Oh, kijk naar uit, schat. Maar dat was wel weer even een hilarisch momentje. Ja. Hè? Het is me er eentje. Nou, ik hoop dat jullie dit weer een veelzijdige vlog vonden. Ja, en weer dat veel je te weer zien met plezier hebt gekeken. Hij kan dat, schat. Ja, hij kan dat. Oké. Okay. Nou, vond je dit een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jou weer heel graag bij de volgende vlog. Ciao. When I'm with you, no, the world won't break me.